kijkt. Dit is Mountainbike Praat. Ik zal het eerlijk toegeven. Mijn conditie is niet zo goed. Of niet zo goed als ik zou willen. En ik zal vast niet de enige zijn die na een rondje ver over zijn stuur gebogen zit uit te hijgen en helemaal kapot is. En altijd is gedacht dat de beste manier om je conditie te vergroten is op een laag niveau, een lage hartslag, lange rondes te maken. Maar dit hoeft het geval niet te zijn. Je kan dit ook doen op een korte manier door intensief een workout te volgen. En dat is een high intensity interval training. Dat wil zeggen een korte periode heel intensief oefening doen, daarna een rustperiode. En dat steeds herhalen. En ik ga jullie zeggen hoe jullie dat kunnen invoeren op de Garmin device. Om je maximale hartslag te bepalen, moet je een remptest doen. En een remptest is niks anders dan je gaat fietsen en je gaat steeds een stapje zwaarder. Dit kan je het beste doen op een stuk lange weg waar je gewoon door kan rijden en door kan blijven schakelen. En je moet echt tot het punt gaan dat je niet harder of niet sneller of eigenlijk niet meer wil, tot je echt opgeeft. Die info, dat vul je in bij je maximale hartslag in je Garmin Connect. Nou, hoe gaan we dit nu invoeren? Als eerste gaan we naar onze Garmin Connect pagina. Die heb je gemaakt toen je Garmin device had gekocht. Daarna gaan we naar onze toestellen. En we gaan bij de gebruikersinstellingen gaan we invoeren wat onze hartslag is. We hebben onze maximale hartslag hebben we net bepaald met de ramptest. Nou, bij mij is die dus 205. En aan de hand van van de procenten die eraan verbonden zijn, rekent hij zelf uit wat de rest van je zones zijn. Deze percentages die staan voor de percentages van je hartslag en worden verdeeld in zones. Er zijn 5 zones in deze categorie. Er zijn andere oefeningen, daar hebben ze het over 7 of 8 zones. Wij hebben het nu over de 5 zones. 5, je meeste hartslag of je hoogste hartslag. 1, de minste qua workout. Omdat het een high intensity interval training is, gaat het dus over je hoge hartslag, dus in je zone 5. Hoe stellen we die workout dan precies in? Die workout stellen we in door naar het menu te gaan, naar workouts. En we zien daar, kunnen we selecteren wat voor workout dat we gaan doen. We gaan natuurlijk fietsen. We halen even eentje weg. We doen een warming up. We stellen de tijd in. En die tijd nemen we op 15 minuten. En daarna voegen we de herhalingen toe. We zetten de cooldown naar beneden. En we selecteren bij fietsen een duur van 15 seconden. Dan voegen we meer toe in het identiteitsdoel en daar zetten we in hartslagzone 5. Daarna zetten we bij herstel een duur van 45 seconden. En we hoeven niets meer toe te voegen, want dit is ons herstel. En daarna zetten we als cooldown, daar zetten we geen duur. Drukken we op de knop. We kunnen dit herhalen. We tikken het nu even op 5 keer herhalen. En als die cooldown kunnen wij gewoon gebruiken als lekker rondje fietsen. En zo heb je 20 minuten voordat je een echte ronde gaat doen, heb je je workout er al op zitten. Je bent al wat afgemat voordat je aan een ronde begint. Maar dat maakt die ronde alleen maar leuker. Om deze workout nu op onze Garmin device te krijgen, kunnen we een paar dingen doen. De mensen zonder Bluetooth die moeten hem even aan de computer hangen. En daarna kunnen ze met Garmin Connect
het zo overzetten. Maar de mensen met Bluetooth kunnen ook gewoon hun telefoon gebruiken. En dan ga je naar de Garmin Connect app. En daarin staat ook gewoon precies de workouts. Je zet de fietsworkout die we net hebben aangemaakt, zetten we erin. En dan klikken we op het upload icoontje. En zo staat die op je Garmin device als die gesynchroniseerd is. Hoe krijgen we dit nu in ons Garmin Connect apparaat? We drukken op het mapje, dan naar workouts. En we kunnen daar een fietsworkout selecteren. Je ziet alle stappen staan erin. Kijk, naar beneden zien we ook nog de cooldown met een open doel. Als we gaan rijden, krijg je alles mooi in beeld. En krijg je een piepje te horen als de volgende stap begint. En je krijgt een alarm te horen als je niet in de juiste hartslagzone zit. Zo zet je dus een workout op je Garmin. Het is niet de enige intervaltraining die er is. Er zijn nog veel meer en je kan eindeloos combineren. De ene keer met de harde workout bijvoorbeeld staan, de volgende interval zitten, staan, zitten, staan, zitten, is ook een perfecte oplossing. Het is in ieder geval een begin om je conditie naar een beter peil te brengen. Let wel op, doe het even gewoon op de wegen zelf, waar je ruimte hebt om gewoon max power te gaan. En niet in één keer plotseling moet afremmen voor een bochtje of even een boom moet knuffelen. Voor de rest, als je het leuk vindt, like. Wil je automatisch alle filmpjes zien, subscribe. En voor overige filmpjes moet je even deze kijken. Oké, ik zou zeggen, keep shredding.